Hallo? Hallo? Ja. Met een veulentje. Wat schattig, hè? Ah, vind ik zo schattig. Welkom bij een nieuwe aflevering Orde van de Lotus Genie. Echt zo schattig. Dan denk ik van, goh, zal ik hem meenemen? Zo schattig. En die mooie blokjes. Ja. Oh, nou lekker jij. Papi of mami. Ja, dan denk ik al. Moet ik nou echt gewoon nog een paard? En wil ik dit paard wel echt? Maar nog één keer. En als je dat nog niet wil, nee dus. Dan laat ik je. Dan laat ik je lekker bij je kindje. Weet je, want ik hoef niet per se alles te hebben. Dat is gewoon een beetje onzin. Want waarom zou ik alles willen hebben? Ik heb al drie paarden bij mijn boomhut. Bij mijn boomhuis. Ja. Waarom moet ik er nou nog meer? En waar kwam ik nou voor? Ik kwam hiervoor. Daar kwam ik voor. Hier moet ik nog even iets mee bedenken. Want die had ik een keer. En die heb ik nou niet meer. Maar die kan er niet meer in. Dus. Ik wil altijd al zoveel. Weet niet wat. Zo. Dan ga ik ondertussen nog een beetje verder hakken en dan. Zie ik jullie later bij het huis alweer terug. Zo, zijn we weer bij het huis. En ik zie dat de poezen wat zijn verplaatst. Ja, dat is beter, hè? Ja. Ben benieuwd. Wat er nog grappen zijn uitgehaald. Ik had in ieder geval wel even gebeld dat de poezen in de muur vast zaten. En, nou ja, goed. Ik had wat visjes meegenomen en toen ben ik aan het bouwen gegaan. En ja, hartstikke leuk natuurlijk. Super leuk dat ik aan het bouwen ben gegaan. Maar ik heb de vis natuurlijk helemaal vergeten. En toen moest ik klei halen. En zie je nog niks bijzonders? Jee, ja. Nou, ik zie niks bijzonders. Er is niks gebeurd dit keer. Mooi zo. In ieder geval, dit gaat kantoor worden van Bender. Want die heeft natuurlijk een plek nodig om zijn administratie en zo te doen. En dat wil hij graag in de buurt van zijn bed doen. Want dat doet hij altijd 's avonds laat, omdat hij overdag natuurlijk in de bossen werkt. Dan is het tijd voor fysieke kracht. En 's avonds is het voor denkkracht. Ah, hier was hij nog niet af. Ja, ik ben nog niet overal klaar, dus. Oh, die kan eruit. Ja. Jee. Ja, daar komen dus allemaal bloempotten op en zo. Net als beneden. Dat is natuurlijk een gezellige boel. Het is alleen erg jammer dat er geen hangpotten kunnen komen. Dat je dat weer niet kan. Nou, en deze moet natuurlijk één omhoog. Dus dat kan ik binnenkort ook doen. Dit is af. Ja, hij blijft af en toe hangen. Dat heb je soms. Nou,
Volgens mij is het verder helemaal in orde. Is de ruwe bouw over. Die is verhoogd. Dat wist je al. Ja, dan blijft deze ruimte over, hè. Ja, die blijft dan over. Dus ja, dan is het zo goed als af. Nog even een paar puntjes op de i. En die moet natuurlijk nog eentje hoger. Want ik heb hier, ik weet niet of ik dat al heb laten zien, maar ik heb hier dus alles één verhoogd. En dit patroon is nu zo geworden. Dit bed heb ik zo gemaakt. Op een groene vloer, want dat staat mooi. Dat is verhoogd, dat is verhoogd, dat is verhoogd, dat is verhoogd. Het is allemaal doorgetrokken. Het is helemaal klaar. Er kan gewoon een plafond in. En hier. Heb ik hem ook verhoogd. Niks bijzonders verder. Behalve aan deze kant heb ik een paarse streep opgezet. En misschien dat ik nog wel een paarse nog wel eentje lager doen, omdat ik hier al een paars blok in had zitten. Ja, vond ik eigenlijk wel mooier. Dus vandaar. Dus ja, ik ga nog even de wanden afmaken. Ik hoop dat het allemaal voldoende verlicht is, zodat er geen verrassingen komen. Soms heb ik echt een hekel aan verrassingen. Soms wel. Ja. Zo. Ja, ik heb geen oranje meer. Die heb ik in de woestijn achtergelaten. Waar zal ik eens beginnen? Hier maar. Grappig, hè? Ik had zoveel bruin, dus ik denk van ja, weet je, er kan ook wel best bruin in. Oh, die dan op. Ik hoop dat ik voldoende heb meegenomen. Dan kan ik nog een keer daar naartoe zeg. Niet dat ik dat erg vind of zo hoor. Vind ik helemaal niet erg. Kaarsje erop. Ik kan hier genoeg op staan, dat weet ik wel. Grappig, hè, dat daar. Goh. Dat je zo over het terrein heen kan kijken, dat vind ik echt super grappig. Nou, eens kijken. Ik heb geen echte bruine meer. Ik heb ook nog 12 kwarts weer meegenomen natuurlijk. En die had ik nog staan. Dus ik kan de gang kan ik nu ook doen. Ja, ik kan daar net zo goed wit in doen. Behalve natuurlijk. Nou, misschien toch niet verstandig. Misschien toch verstandig om. Ik ga meteen. Ja, ik kan nog meer gaan halen, dat is wel duidelijk. Ik moet nog zoveel ophogen. Dat is wel duidelijk. Oh ja, ik heb er een kist in, hè. Ja, en dan kan ik verder met inrichten natuurlijk.
Grappig, hè? Dat je dat zo... Ja, ik kan straks zo naar beneden. 17. Deze doe ik. Dan... Ach, ik doe hem ook wel nu. Soms. Ik vind het altijd leuk als mensen laten zien hoe ze dingen bouwen. En hoe ze de blokken maken. En soms dan vind ik het gewoon jammer dat ze alleen het eindresultaat laten zien. Maar goed. Bouwen is toch deel van het proces, hè? Dus zo, dat was hem alweer. Ja. Ja, dat was hem alweer. Had ik geen bijl bij me natuurlijk. Maar goed, maakt niet uit. Soms sta je zo maar aan de andere kant van de deur. Maar dan ben je in ieder geval een beetje op de hoogte van wat ik zo al de afgelopen dagen gedaan heb. Jee. Wauw, ik ben oranje blokken aan het... invullen. En ik heb een spin. En het is al zo goed verlicht hier. Hoe is het toch mogelijk, hè? Goh. Maar goed. Zo, en de boel creepers, zeg. Oh, ik moet behoorlijk ver. Eww, target practicing. Oh, ik had hem ook nog. Soms zijn die wel moeilijk, hoor. Goed inschatten hoe ver... iets zich aan bevindt. Nou ja, goed. Stomzinnig, man. Nou ja, we gaan weer verder. Volgens mij had ik ook nog wat... toortsen en zo laten donderen, maar die zullen wel ondertussen wel wegwezen. Hier ben ik nog heen. Waar zit je? Is dit een spinnenhol of zo? Zit hier soms een nest met... trouwens. Ik zak dan nog niet in weg. Nou, volgens mij is, lijkt wel of hier een... spinnennest zit. Nou. Ja, ik kan niet anders bedenken dan dat er een mob update is geweest. Oh, maar jij zit hier wel veilig, denk ik. Al heb ik wel de neiging om even eentje extra in te zetten. Jee.
Ja. Gaan we terug naar de mesa. Eerst natuurlijk mijn... Dat laat ik mezelf. Ja. En dan nu even de laatste hand leggen aan. En dan is het volgens mij af. Ik moet nog wel even controleren. Maar volgens mij is het dan af. Dan heb ik ze allemaal gehad. Ja, dan heb ik hetzelfde. Ja, hier is ook hetzelfde. Dan gaan we nog even naar boven, rondje lopen. Kijken of we echt alles hebben gehad. Hier nog wat poortje bijgeplaatst. En natuurlijk regent het weer. Nou, volgens mij heb ik het aardig voor elkaar. Als ik het zo zie. Hier moet nog een bed in. Hier staat al een armerstand in. En een kistje. Ja, volgens mij heb ik het nu aardig goed. Dus, Oké, nou, de tuin is een beetje bijgekleurd ondertussen. En, geen spinnen meer gezien. Dus dat is een goed teken. Dus voorlopig. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Dan doen we weer meer. Dag.